Justine, het Songfestival staat weer voor de deur en dat betekent dat je weer overal mag opdraven. Ja, en dan worden we weer opgegraven. Zo gaat dat. Voelt dat zo? Ja, dat voelt ook zo. Nee hoor, nee, maar dat weten we. Het is voor ons de beste release tijd. En je gewoon prepared om dat je interviews moet gaan doen. En dat je iedereen, weet je wel, een beetje gaat ontmoeten. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, er komt wel wat nieuws aan. Ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar ik heb nu wel gekozen om het daarna te doen. Omdat je, als er een plaat uitkomt die dan gewonnen heeft, dan wordt dat eerst weer gedraaid. En dan worden alle andere plaatjes weer een beetje weggeduwd. Dus ik denk bij mezelf, dan doe ik het wat later. Nou, het is een up-tempo nummer. En dat mag ook wel weer, vind ik. Ik vind het ook leuk, omdat ik met het zingen, dat is toch mijn passie. En omdat ik toch ziek ben, krijg ik er ook weer energie uit. Dus ik heb gekozen echt om een leuke tekst. En gewoon heb allemaal positieve dingen, positieve energie. En daar gaat het over. Heb je dat ook nodig in deze tijd? Ja, ik denk het wel. Alhoewel, ik ben van de week in de stad geweest. En dan denk ik, welke crisis bedoelen ze eigenlijk? Dus ik denk dat dat we wel positiviteit nodig hebben. Ja, je moet het zelf doen, weet je. Je moet zelf de slingers ophangen. En die positiviteit moet je echt zelf ontwikkelen. En dat heb ik gedaan. Anders zou ik hier ook niet staan, weet je. En ik maak best wel gebruik van het netwerk. En van in het muziekgebied je muziekvrienden. En net zoals dat Ivo me dan belt, weet je. Of ergens met een chat, weet je, via Facebook. Ja, dat vind ik toch helemaal te gek. Weet je, nodigt hij me helemaal uit. Ja, en ik heb echt een minuut geknuffeld met hem. Ja, dat is toch leuk. Dat is toch leuk. Dat betekent dat je binnenkort weer terugkomt om de nieuwe single te presenteren. Ja, als het goed is wel, ja. Ja, dus nee, dat is wel de bedoeling. Maar dat weet Ivo ook, hoor. Vind ik helemaal leuk.